De spelers van beide ploegen staan klaar om Jan Seurensen te bedenken, die deze week op 68-jarige leeftijd overleed. Speelde hier van 1983 tot en met 1986, op 68-jarige leeftijd overleden. En Twente herdenkt hem. Prijsen en Seurensen. Seurensen helemaal vrij om die bal aan te nemen. Even de organisatie zoekt bij Fortuna Sittard. Seurensen. En die kan natuurlijk veel met een bal. Dan deze bal. En wat een goal. Verschrikkelijk mooi. Bleuming inmiddels. Moet terug op Seurensen. Zou kunnen aanleggen voor een schot. Doet dat. Ja! 2-1. En hier is het allemaal begonnen, hè? Hier is het allemaal begonnen. Alleen het is jammer, of het is wel heel mooi voor Enschede dat het allemaal nieuw gebouwd is. Maar toen in die tijd dat ik bij Spits, Koon en zijn vrouw heel veel kwam, waren gewoon dat oude flats eigenlijk. En hij woonde, valt mij ongeveer in deze. Maar er zat er een garage onder en daar had Spits zijn auto staan. En dan kwam hij bij me en hij zei: Henny! Ja, ik zei: daar staat hij. Ik zei: ja, daar staat hij. En dan ging ik op een gegeven moment die auto voor hem wassen. Wat heeft dat te maken met Jan Seurensen? Dat is te maken met Seurensen eigenlijk, omdat Spits naar Brugge ging. Die werd daar trainen en toen heeft hij mij daar een paar keer uitgenodigd. Toen trof ik, in één keer komt er een voetballer aan lopen, maar die komt op een gegeven moment van trainingsveld af en die gaat bij Spits staan. Ik zeg, jij bent de voetballer, hè? Zeg ik tegen hem. Ja, ja, ja. En toen zegt hij op een gegeven moment: ja, wie ben jij dan? Ja, ik zeg, ik kom uit Enschede, of niet dan? Hij zegt: Enschede, zo ver weg. Ja, ik zeg: Enschede. En toen zeg ik zo tegen Spits, ik zeg: man, die moet je bij ons halen. Want toen wist ik al dat Spits dus bij Brugge wegging. 3 maanden later, want ik had een telefoonnummer van hem gekregen, kreeg ik een telefoontje. Hij zegt: weet je wie ik ben? Ik zeg: nee, ik weet niet wie ik ben. Maar ik kon aan de stem wel horen. Ik zeg: jij bent toch, ja, zeg, ik ben Jan. Hij zegt: maar ik heb een verrassing voor jou. Ik zeg: wat dan? Hij zegt: er is een kleine kans, zegt hij, dat ik naar Enschede heen kom. Even naar binnen. Ja. Deurtje openen en dan. Hier heb je Jan. Ja, Jan. Oké. Ja. Ja, zo is dat. Zo jammer dat je zo verleden. Dat doen we zondag wel over. Doen we even zo, een zondag pak weg bier. Want helaas is de tap afgesloten. Cheers. Jullie als vriendenkring hebben geholpen om Jan naar Twente te krijgen. Hoe ging dat? Het was het seizoen 82-83. En in die winterstop, Twente stond onderaan te bungelen. Ze zaten ergens op de 14e, 15e plek. Spits Koon kende Jan Seurensen van de club Bruggetijd. En die wist dat er misschien mogelijkheden waren, alleen het moest gefinancierd worden en dat kon Twente niet. Seurensen, de nummer 11, who was an amateur 8 months ago. Van der Aken, long ball now for Seurensen. This could be very dangerous now if Seurensen's got the beating of Hughes, which he has. The player with all the tricks. De vriendenkring had destijds een ton bij elkaar gespaard. Twente wist dat, met name de voorzitter van FC Twente. Nou, als wij het niet zouden doen, dan ging de aankoop van Seurensen ging niet door. Met als consequentie waarschijnlijk degradatie. En wie was de schuld? De vriendenkring. McNulty. Seurensen. Seurensen, Jan Seurensen, Bleuming dan met de voorzet, het hoofd van Ashcroft en het doelpunt. Ja hoor, Billy Ashcroft samen met Jan Seurensen. Ik dacht dat Seurensen de bal het laatst aanraakte. Het is in de 27e minuut van de tweede helft 3-3 geworden dankzij deze man Jan Seurensen die heel mooi doorging
En de voorzet was van Billy Ashcroft. Hij was een fucking genius in het veld. Hij kon het spel vertragen, hij wist op de juiste manier de versnelling aan te brengen. Geniale passes, geniale rushes. Maar ik had ook nog het idee, dat weet ik nog heel goed, dat denk ik, wat is die man soms traag. Hij is zo traag als dikke stront, daar heb ik ook gedacht. Dan denk ik van vreselijk, kan er niet wat sneller. Sørensen. Is Boeve even kwijt. En een schot waar Gallier voor de zekerheid een hoekschop van maakt. Heel Ajax terug in de eigen 16 meter. Veel mensen voor de muur. Vreese, Sørensen. 3-2. Hij was in staat om alles 2 seconden eerder te zien, 1 à 2 seconden eerder te zien, dan zijn medespelers en zijn tegenstander. Maar als je alles 1 à 2 seconden, lijkt niks, eerder ziet, dan heb je een mega voorsprong op de rest. En dat maakt hem zo goed. Sørensen. En Doesburg. Nou, ik heb 4 jaar bij Twente gespeeld. Ik speelde daarvoor bij Sportclub Enschede, ook al in het eerste elftal, op vrij jonge leeftijd dus al, 19 jaar zeg maar. Toen kwam ik bij Twente in het zogenaamde C-team, dat was er toen nog. En daarna heb ik dus 3 jaar deel uitgemaakt van de A-selectie van Twente. Tussen 3 echte Utrecht is klem, maar hij komt eruit. Roort, Sørensen, prima schot, via het hoofd van Adelaar een hoekschop. Jan Sørensen was een linkspoot en dat zijn, ja, per definitie zijn dat gewoon de sierlijke spelers. En Jan Sørensen had naast het feit dat hij sierlijk was, had hij ook een power, een geweldig lichaam, snelheid, overzicht. Dus hij was een hele bepalende speler op het veld. Bleuming, Sørensen. Sørensen en weer vol. Ashcroft, Sørensen. Ashcroft, opnieuw Jan Sørensen. Handig om 2 man en dan een zwak schot. Kijk, dat is niet veel spelers gegeven, maar Jan Sørensen kon bij wijze van spreken, als hij het op zijn heup had, kon hij gewoon 3 man voorbij lopen op snelheid. En dat je denkt van, wow, wat gebeurt hier? Maar dan ook direct dreigend, altijd richting goal. Dus hij was daarin zo snel en fysiek zo goed. Of hij creëerde een kans, of maakte het zelf af, had overzicht. Dus ja, dat is gewoon een genot om naar te kijken. Dat zie je ook als je als verdediger opgesteld staat. Denk je van, Jan krijgt de bal, er gaat iets gebeuren. Onherroepelijk. En dat was ook vaak zo. Vrijsen. Sørensen, wat een bal van Vrijsen, wat een bal van Sørensen ook. De wind misschien dan nog. Snelders komt eruit, een prima doelman. Hij pakt de bal en verzwiet het geluid voor het einde. Twente beker verder en terecht. Ja, er zijn helaas al een pootje. Kijk, Jan Steenbeek overleden, Epi overleden, Frits overleden. Het was wel een man met, ja, je zou bijna zeggen gezag, hè? Het was echt een leiderstype. Waar ik me dan wel bij sta is dan dat hij, Jan Steenbeke, de materiaal, ja, Jan was een manager van alles, hij was materiaalverzorger. Als hij dan de handdoek vergeten was bij Jan Sørensen, ja, dan werden de jonge gasten, René Roort, Jan Pols, maar dan was het op een toon ook van, hey Jonk, haal me zijn handdoek Jonk. Dat was, ja, dat kwam wel aan. Ja, die jongens wisten niet hoe snel ze die handdoek moesten halen. En de ruimte voor Sørensen. Advocaat onderkende dat. Maar Sørensen paast heel goed. En Van Ede voorkomt dat de voorzet van Koopman bij een van de spitsen terechtkomt. Oh, hier. De eerste divisie in de sneeuw tegen Heracles. Die weet precies waar hij mee gaat schieten. Sørensen. En dat is de eerste gele kaart.
van hier. Dat is die bal waar Jan tegen de lat schiet. Tegen Groningen. En ook handig in de kleine ruimte. Sørensen, komt er een schot? Ja dus. Ja, het was een stylist. Echt een stylist. Geweldig linkerbeen. En een demarrage wat je... Ja, ik heb dan ooit met Gascoigne gespeeld. Ja, die had ook zoiets, een demarrage. Als hij zonder... Die was met bal aan de voet sneller dan dat hij zonder bal was. Precies 13 minuten naar rust. Jan Sørensen. Gestoord door Fandi en door Erwin Koeman. Hij komt daar prima uit. Als je die oude beelden ziet, dan denk ik vooral ook aan die wedstrijd Fortuna Sittard. Dat hij in die wedstrijd die goal ook maakte. Die stift met rechts. Nou, en het was net in die periode dat Jan eigenlijk de voorbereiding maar voor de helft had meegedaan. In het begin speelde hij ook maar een uur tot 70 minuten. Maar ja, dan kon hij dat wel laten zien. Prijsen en Sørensen. Sørensen helemaal vrij om die bal aan te nemen. Episch de organisatie zoekt bij Fortuna Sittard. Sørensen. En die kan natuurlijk veel met een bal. Dan deze bal. En dat wordt het goal. Dat is natuurlijk verschrikkelijk mooi. Daar gaan we nog eens heel rustig naar kijken. Jan Sørensen krijgt die bal. Passeert een paar tegenstanders. Dan komt die bal voor zijn verkeerde been in feite. En dan lift hij die bal over de uitgekomen doelman André van Gerp heen. Schitterende goal voor FC Twente. Verleden jaar, met Feyenoord er zelfs bij, kwamen bij de eerste vier thuiswedstrijden van Twente 29.000 mensen kijken. Dan zou je zeggen, als ze dan naar de eerste divisie gaan, dan wordt dat minder. Zeker als je tegenstanders hebt als SVV, Heracles, NAC, NEC. Maar niks daarvan. Meer mensen in de eerste vier thuiswedstrijden dan verleden jaar zelfs. En dit is weer Sørensen. Veruit de beste speler in de eerste divisie. Zijn overzicht, zijn demarrage en zijn schot. Het is allemaal prima verzorgd bij hem. Heerenveen werkte hard. Deed ontzettend de best, maar kwam een klasse tekort tegen FC Twente. Kijk eens weer die schitterende beweging van Sørensen. Bierkedaal, dit keer met links. En via het houtwerk ploft de bal voor de tweede keer achter Raven. Het is de 41ste minuut. Het schitterende voorbereidende werk van Sørensen, zijn jonge landgenoot Bierkedaal. En Raven is kansloos. Toen jullie degradeerden, dachten jullie toen niet, nou, die Sørensen, die pakken ze biezen? Nee. We hebben nooit gedacht dat hij nee. Hij voelde zich hier thuis. Ja. Wat we wel gedacht hadden, tenminste ik, is was hij maar aan het begin van het seizoen bij ons geweest, ja, dan waren we nooit gedegradeerd. Nee. Ja. En dat maakte wel het verschil. Ja, hij maakte gewoon echt het verschil. Pauls niet, Wouters. Van de Akker. Wouters of Sørensen. Sørensen dus. Heel simpel tussen de benen doorgespeeld van Adelaar. Van Advocaat. En dan is het Van Ede die een doelpunt voorkomt. Sørensen opnieuw met een schot wat 2 meter naast gaat. Wat deed dat met hem persoonlijk, die degradatie? Heel veel. En dat vond ik dus wel zo. Hij was duur aangetrokken. En dat heeft hij dus altijd... Ja, een beetje mijn schuld. En waarom heb ik dat niet kunnen maken? En waarom heb ik dat niet kunnen behoeden? Ting van Snelders op Sørensen. En die heeft daar steeds van die momenten. Een tijd is hij weg uit de wedstrijd. En dan ineens heeft hij zo'n snelle rush. En hij wordt nu in het strafschopgebied van de bal gelopen door Van der Akker. Jan Sørensen. Maar Van Swieten is geen Sinterklaas. Dat feest is pas over 3 weken. Ik kan me nog herinneren dat wij in de eerste divisie begonnen we echt heel matig. Gelijkspel tegen Heracles, gelijkspel tegen SVV bestaat niet eens meer. En daarna verliezen bij MVV. En toen was het seizoen net begonnen, hè? 3 wedstrijden onderweg. Dus ja, dan moet wel iemand op een gegeven moment de zaak bij de hand nemen. En als je dan 1 iemand moet noemen, dan is dat toch ook wel Jan Sørensen. Dan nu die hoekschop van Michael Bierkedaal op Jan Sørensen. In het strafschopgebied nu, voorzet. Ashcroft koppen, doelpunt. Mooie goal van Billy Ashcroft. Ja, dat was net dat iets knapte daar, want we moesten terug. We moesten gewoon terug. En dat gebeurde ook. En nog geen kampioen worden. En dat was wel een klein smetje. En Manuel Sanchez-Torres op de vierkante centimeter. Knap. Jan Sørensen, voorzetten. McNulty, doelpunt. Uit het boekje, zo'n fraai doelpunt. Tony McNulty. Sørensen is daar, geen buitenspel. Goed gezien van McNulty. Jan Sørensen moet kunnen scoren. Laat het over aan Ashcroft. Doelpunt.
het boekje wederom. Een fraaie aanval via Tony McNulty, Jan Sørensen. En kijk wat er nu gebeurt. Uiteindelijk is het Billy Ashcroft die zijn 21ste doelpunt maakt. Dat betekent dat FC Twente terug is in de Eredivisie met ingang van het volgende seizoen. Nou, de beelden over, ik laat u aan de supporters over. Een hele prettige middag en voor straks eet smakelijk. Ja, nou, dit is wel apart. Voor mij is dat deze. Dat, het jaar dat we bij Cambuur weer de promotie veilig stelden. Dat dan een verhaal in voorkomt van dat, dat Jan zegt van ja, ik ga eerst 3 weken, binnen 3 weken hoop ik een nieuwe club te hebben. Dan ga ik lekker op vakantie. Want vorig seizoen, dus eigenlijk het jaar dat we de eerste divisie in zouden gaan, was hij al rond met Paris Saint-Germain. Alleen de transfersom van 700.000 gulden die Twente weer terug wou verdienen, die kon PSG niet ophoesten. En dat is wel dingen dat je denkt van feitjes van hé, oh, dat is me toen eigenlijk nooit te oren gekomen. Het onomstreden zijn is wel lekker natuurlijk, hè? Al lees ik dan nu eigenlijk ook nog weer berichten met terugwerkende krachten, die bijvoorbeeld een discussie en zelfs een woordenwisseling had met de trainer, Frits Korbach. Kan ik me niets bij voorstellen eigenlijk, omdat die ja, 2 handen op 1 buik waren wat dat betreft. En dit is Martin Frijsen met 16. Hij lag vannacht nog in het ziekenhuis met een ontstoken schouder. En nu in de tweede helft is hij in het team van FC Twente gekomen om samen met Jan Sørensen hier het voortouw te nemen in het offensief dat nodig is om naast de MVV te komen. Toen kwam dus de strijd eigenlijk Korbach, Frijsen, Sørensen. En Jan voelde zich, denk ik, te groot om dus als 6 te spelen. Hij heeft wel kunnen accepteren dat hij op die plaats wordt gezet, maar dan had het op een eerlijke manier moeten gebeuren. Tot op een gegeven moment, als Ajax niet was gekomen, dan was hij nooit van zijn leven weggegaan bij Twente. Nooit. Hoe keek u daarna naar zijn leven buiten het veld? Hij schaakte, pijp roken, sigaretten, de gokkast, casino, weet je wel, die dingen. Dat deed Jan buiten het voetballen om ook. Dat ja, hield van het leven. Je kunt wel zeggen dat hij geleefd heeft. There's one thing that always matches up is that everyone had a drink with him, it seems. Yeah, everyone says, yeah, drinking. Makes sense. Call a few, what was it? Whatever. Call a few. It's a new one. I haven't tried that cocktail, but I'll try and make one when I come back to London. Jan kwam hier altijd en dan was het op een gegeven moment zo, hey, ja, voor de wedstrijden. Dat was 10 uur. Koffie wou hij niet hebben. Nou, en ik zei, wat moet je drinken dan? Hij zegt, doe maar een cola vieux. Maar in het begin keek ik daar ook wel verhaal van op. Maar hij voetbalde je altijd goed. Dus dronk hij 1 cola vieux voor de wedstrijd? 2. De Deense oud-voetballer Jan Sørensen is op 68-jarige leeftijd overleden. In 1983 was hij de duurste aankoop van FC Twente, waar hij uitgroeide tot publiekslieveling. En wat dacht u toen u hoorde van het overlijden vorige week? Ja, waardeloos gewoon. Ja, te vroeg eigenlijk. En aan de andere kant, ja, hij was behoorlijk ziek en helemaal, ja. Hij vond het voor zichzelf, hij snapte het niet, waarom moet mij dat gebeuren? Dat zei hij, ja. Maar ja, goed, het gebeurt en, ja. Of hij liet het nooit merken eigenlijk, maar wat die man meegemaakt heeft in de laatste 1,5 jaar, ja, dat is ongelooflijk. En de spelers van beide ploegen staan klaar om Jan Sørensen te bedenken. Die deze week op 68-jarige leeftijd overleed. Speelde hier van 1983 tot en met 1986. Ook bij Feyenoord, Ajax en Excelsior. Op 68-jarige leeftijd overleden. En Twente herdenkt hem. I thought it was absolutely amazing. I thought the tribute today was really fitting. Really touching to see his picture up there and then also the goals.
was absolutely brilliant. Very emotional, very emotional. It's an honour to be here. How many other sons get to come and see something like this from their father? And yeah, feel blessed. And so such lovely people have really taken really good care of us today. It was, it was an honour. I didn't see Dad play here because I wasn't born at the time, but I heard stories and off other people as well, and so it's nice to come back to a place that he'd been before, and it kind of experienced what he experienced. But yeah, it was really nice. The applause and the atmosphere was really good. So, and thank you to everyone who's helped us out here as well, bringing us over to experience it. En hoe had hij het zelf gevonden, denk je? Ik denk ook wel mooi is voor zijn zonen om dit te zien. Ja. Nee, omdat hij zo eigenlijk maar kort gespeeld heeft. Ja, dus eigenlijk bijna ongekend.